Hoi hoi, welkom bij FEM. In de video van vandaag heb ik een aantal motivatietips voor jullie. Mocht je op dit moment gedemotiveerd zijn en heb je gewoon eventjes nergens meer zin in, ben je niet vooruit te branden als het ware, dan kunnen deze tips jou misschien wel helpen. Ikzelf heb er ook wel eens last van, ik denk wij allemaal wel. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal wel zo nu en dan gedemotiveerd. En ik heb gewoon de afgelopen jaren een aantal tips meegekregen van vrienden, van familie, van YouTube video's, van artikelen, noem maar op. En ik heb voor mezelf een soort van verzameling gemaakt van motivatietips die mij weer een beetje een boost geven. Dus mocht je als ik ook wel eens last hebben van zo'n gedemotiveerde vibe waar je niet meer uitkomt, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Mijn eerste tip is stap uit die comfortzone. Dit is zo belangrijk. Ik heb hier zelf wel eens last van gehad. Dan bleef ik gewoon in hetzelfde schuitje zitten. En ik ging maar geen uitdagingen aan. Ik bleef gewoon een beetje op dezelfde lijn hangen. Wat voor mij heel erg heeft geholpen de afgelopen jaren was dus gewoon vooral eruit te stappen. Dus uit die comfortzone. En gewoon dingen te doen waar je normaal bang voor bent. Dus bijvoorbeeld een presentatie geven op school. Kan soms best wel eng zijn. Maar je moet het toch proberen en die uitdaging aangaan. En dan zul je alleen maar beter voelen als je het achteraf dus toch hebt gedaan. En dat is met veel meer dingen zo. Denk aan bijvoorbeeld een bedrijfje wat je wilt runnen, een webshop die je wilt openen, noem maar op. En je moet gewoon die uitdaging aangaan als je daar lef voor hebt natuurlijk. En als het niet lukt, maakt niet uit. Je hebt het in ieder geval geprobeerd. En zo kom je alleen maar steeds een stapje verder en je leert gewoon heel erg veel door de jaren heen. En vooral als je uit je comfortzone bent gestapt, dan voel je alleen maar beter en dan denk je oké, ik heb het dus toch gedaan. Schouderklopje voor jezelf. Dus dat is de eerste tip. Gewoon doen waar je bang voor bent. Stap uit die comfortzone en ga uitdagingen aan. Want dat is zo belangrijk in het leven. Want anders kom je gewoon niet verder dan dat je al staat. En ik denk dat we allemaal groot willen worden met bepaalde dingen. Of dat we gewoon willen groeien. En ja, dat is gewoon belangrijk om daar in ieder geval uit te stappen. En dan gewoon weer jezelf een stapje verder te trekken. Ik heb er ook nog twee quotes bij die daar ook wel heel erg goed bij passen. En dat zijn deze twee. En wat hierop staat, she turned her cans into cans and her dreams into plans. En daarmee wordt dus bedoeld dat ze eerst dacht van ik kan het niet, maar toch heeft ze het gedaan. En uiteindelijk is het gewoon heel erg mooi uitgepakt allemaal. Dus die vind ik daar wel bij passen, dus die wilde ik ook eventjes benoemen in deze video. De volgende quote die hier ook heel goed bij past is she believed she could, so she did. En dat betekent dus dat ze erin geloofde dat ze het kon, dus ze deed het ook. En zolang jij erin gelooft dat jij het kan, dan gaat het sowieso lukken. Maar je moet er wel gewoon voor gaan en met volle 100% en volle gas gewoon er tegenaan gaan. En niet jezelf terughouden omdat je denkt dat het niet lukt. Iedereen kan wat hij wil bereiken, alles lukt. Als je er maar gewoon in gelooft, dan gaat het zeker lukken. Dus dat is misschien iets wat je kunt meenemen als je gedemotiveerd bent. Geloof erin dat je het kunt en het gaat je ook zeker lukken. En stap uit de comfortzone, zoals ik net ook al zei. Wat ook heel belangrijk is, is leef in het nu. Als jij te veel denkt aan wat er gisteren is gebeurd, wat voor nare dingen je allemaal hebt meegemaakt, kom jij ook niet verder. Want je gaat te veel piekeren over de oude dingetjes van vroeger of een presentatie die gisteren helemaal mislukt is. Of dingetjes die heel erg zijn tegengevallen op school, waar je vooral nog steeds mee zit. Denk aan een slecht cijfer, noem maar op. Ik ken het. Ik heb zelf ook wel heel erg nare dingetjes meegemaakt waar ik te veel over na heb gedacht. En nog steeds over nadenk soms. Maar als ik er dan eventjes niet meer over nadenk, dan merk ik gewoon dat ik meteen een stuk lekkerder in mijn vel zit. Dus dat is één tip die ik ook wil meegeven. Dat we weer verder kunnen met wat er vandaag belangrijk is. En alleen op die manier kom je vandaag ook weer een stukje verder om weer andere dingen te ondernemen. En je gewoon weer te focussen op de dingen die er vandaag toe doen. Dus doe dat ook zeker. Wat ook heel erg belangrijk is om weer extra motivatie te krijgen, is om tegen jezelf te praten. En dat klinkt heel erg stom, want dan denk je, waarom zou je tegen jezelf gaan praten? Maar ik doe het regelmatig en daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan dat je trots bent op jezelf. En dat je gewoon blij bent met wat je hebt bereikt. En dan is het niet zo dat ik hier in de kamer zit van, hé Manon, ben je goed bezig? Want het is toch anders als ik het op die manier zeg. Maar als jij gewoon denkt op zo'n moment dat je iets goeds hebt bereikt. En dan, als je dan ook echt blijft denken en tegen jezelf zegt in je hoofd dan van dat heb je goed gedaan. Of je hebt iets heel moois bereikt op dit moment. Dus ik ben gewoon wel trots op mezelf. Als je dat tegen jezelf zegt, dan kom je ook weer steeds een stapje verder. En dat geeft gewoon een heel erg goed gevoel. En door die dingetjes tegen mezelf te hebben gezegd, voelde ik me gewoon veel beter in mijn vel. En blijf ik ook gewoon doorgaan met hetgeen wat ik doe. En dan ga ik ook weer sneller nieuwe uitdagingen aan. Omdat ik gewoon weet dat het me altijd wel lukt. Als ik er maar voor ga. Dus dat is ook heel belangrijk dat je dat tegen jezelf kunt zeggen. Wat ook heel erg handig is en wat je ook wel kunt toepassen. En dan is het meer op het gebied van werk en school. Is dat je samen kunt werken met anderen.
Ik heb het zelf ook nu op dit moment dat ik bijvoorbeeld met Fem samenwerk. En ik heb samen een kanaal opgezet. En het gaat allemaal heel erg goed. Maar als je dan samenwerkt, dan krijg je weer inspiratie ook van elkaar. We hebben dan soms brainstorm meetings. En dan gaan we gewoon met z'n allen gewoon ideeën op tafel gooien. En we krijgen allemaal daarna, na het gesprek, hebben we allemaal weer motivatie om nieuwe video's te gaan opnemen. Vernieuwende dingen. En het geeft ons ook weer wat extra motivatie. Echt een boost krijgen we daarvan. Dus mocht jij bijvoorbeeld op school of op je werk een collega hebben waar je goed mee kan opschieten. Trek dan wat meer naar elkaar toe en leg je ideeën aan elkaar voor. En werk zo op die manier samen. Want andere personen kunnen jou echt inspireren. En jij kunt andere personen ook inspireren. Dus het is wel leuk om met mensen samen te werken. En om gewoon ook je netwerk te vergroten. Want als jij bijvoorbeeld te veel met jezelf bezig bent. Dan gaat alles wat daaromheen belangrijk is niet zoals jij dat wilt. Dus gewoon je netwerk verbreden, vergroten. En gewoon veel met mensen samenwerken. Dat geeft altijd weer een extra goed gevoel. Ook vooral omdat je daar inspiratie uit kunt halen. Dus dat is ook iets wat ik zeker wil meegeven aan jullie. Gewoon lekker samenwerken als een team. En ook elkaar inspireren. Dat geeft altijd een voldaan gevoel als het ware. Vergelijk jezelf nooit met anderen. Blijf gewoon jezelf vergelijken met jezelf als het ware. Want jij bent jij en jij bent als persoon gewoon wie jij bent. En daar kun je verder niets aan veranderen. Je kunt natuurlijk wel educatief jezelf een cursus of studie aanbieden. Dat je weer wat slimmer wordt of dat je weer wat meer dingetjes kunt leren. Maar je kunt jouzelf als persoon, jouw karakter, kun je niet zo snel veranderen. En daarbij is het gewoon belangrijk om ook jezelf te blijven. En vergelijk jezelf niet te snel met anderen. Als jij naar anderen kijkt, dan ben je te veel gefocust op wat zij doen en wat zij hebben behaald. En dan kunnen jouw doelstellingen nog wel eens een beetje inzakken. Omdat je zoiets hebt van ja, maar zij staan daar al en ik ben daar nog niet. En dat gaat allemaal in je hoofd spoken. Dus het beste is om gewoon lekker bij jezelf te blijven en jezelf niet te vergelijken. En dan komt het vanzelf wel goed. Dus dat is ook een belangrijk punt. Als jij jezelf wilt motiveren, blijf dan vooral jezelf vergelijken met jezelf. Mijn laatste tip is, doe alsof. Ben jij gedemotiveerd en heb je gewoon nergens zin meer in? Zit je echt gewoon zo thuis onderuit en is het gewoon bij jou heel erg ver te zoeken? Doe alsof. Doe alsof je gemotiveerd bent. Probeer te lachen, vooral te lachen. Want als ik nu een lach op mijn gezicht tover, dan word ik ook vrolijk. Ik kan dan nu gewoon gaan giechelen, als het ware. Die lach doet al heel erg veel met jou. En dat is gewoon hetzelfde als jij nu doet alsof je gemotiveerd bent. Hé, ik ben gemotiveerd. Ik ga er gewoon lekker tegenaan. Je wordt gewoon al standaard meer gemotiveerd om iets te gaan doen. Dus als jij dat tegen jezelf zegt, hé, kom op, we gaan vandaag iets leuks doen. Ik ben lekker gemotiveerd. Dan voel jij ook gemotiveerd. En als je die houding daarop aanpast, als het ware, dan komt het vanzelf. Dan ben jij gewoon binnen no time gemotiveerd. Dus dat is de laatste tip die ik jullie wil meegeven. En die mij ook heel erg veel heeft geholpen de afgelopen tijd. Als ik gewoon echt stil zat op een stoel en dan ook geen zin had om maar iets te doen, zei ik gewoon tegen mezelf, Manon, je bent gemotiveerd vandaag. En dan ging ik er gewoon ook tegenaan. En dan was ik binnen no time echt van alles aan het doen. Dat ik aan het einde van de dag dacht, wow, ik heb best wel veel gedaan. Dus dat is het laatste wat ik jullie mee wil geven. En ja, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan mijn tips. Mocht jij ook nog tips hebben voor een motivatieboost, laat het achter in de comments. Dan zullen anderen daar ook zeker wat aan hebben. Want ik heb denk ik niet alles al meegegeven in deze video. Dus alle tips zijn welkom. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Ik ga vandaag laten zien hoe ik deze chai tea latte maak. En voor de mensen die niet weten wat een chai tea latte is,